Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Hebben jullie al iets te doen? Een puzzeltje of een boekje of een tekening? Nee. Chris heeft het nog nooit gedaan. Christian. Wil jij dit eens even komen halen? Ja.
En wil jij mij dan eens even vertellen wat jij... Wil jij me eens even iets over vertellen wat je in je handen hebt? Ga maar op je stoel zitten. Dikke cirkel. Oh, dus jij hebt geen cirkel. Dikke cirkel. Oh, er is nog meer over te vertellen. Ja. En hij is rond. En plat. En plat. Plat. Oké, plat gereden is die. Ik heb hier iets voor Sam. Ja? Wil jij nog even komen en vertellen wat je erover kunt vertellen? Ga maar op je stoel zitten, dan kan iedereen. Een driehoek. Kun je er nog iets meer over vertellen? En hij is blauw en... Isabel, wil jij voor mij pakken? Let op. Een kleine, dikke, gele driehoek. Klopt dat, jongens? Wouter mag pakken. Een grote, dunne, rode... rechthoek. Oh nee. Is het driehoek? Nee, het is een rechthoek. Is dat een rechthoek? Ja. Is die groot? Nee. Is die dun? Nee. Dankjewel. Dankjewel. Is dat een dikke rode vierkant, Bram? Ja. Heel goed. Nou, in de rode hoepel moeten alle rode dingen liggen. Ja, en daar moet... In de bruine hoepel moeten alle cirkels liggen. Wat moet nou in dit stuk? Sander, we gaan het spelen. Wacht. Kom maar. In de bruine hoepel. Oma, in blauw. Alle rode dingen moeten in de rode hoepel. Nee, dan moet dat ook. Nee, want dat is een cirkel. Nou, we hebben gelijk het probleem. Daar liggen alle cirkels in de bruine hoepel? Ja. Nee. Waarom niet? Wat zijn cirkels? Waar moeten ze nou liggen? In de bruine hoek. Ja. Maar ze moeten ook in de rode hoek liggen. Ja. Dus zijn... Oh! Los jij dat eens dus... Los jij dat eens op, Ties? Ja. Kom op. Twee. Of zo. Kijk. Ik weet dat het vader... Wat heb je met die rode cirkels gedaan? Waar liggen die nou in? Ga maar. Die liggen in de... In het midden, die liggen in de rode cirkel, maar ook in de bruine. In de bruine. Want ze horen bij de cirkels, maar ze horen ook bij het, oh, bij het rood. Oké. Okay. Jullie mogen je eigen weer terugpakken. Wat een rustig zeggen. Stilgetoond. En dan moet je me aanraken, ik kan niet.